Kirschbaum, hij weer terug. Doelman die last had van een pferdenkoes. Hij kan dus weer gewoon zijn partij meeblazen. En in de punt van de aanval staat Giacomakis, die nog een record kan verbeteren. Moet hij het record verbeteren van Hans Sleven. Die maakte ooit meer eredivisie goals voor VVV Venlo in één seizoen 24 in het seizoen 58-59. Dan heeft hij nog wel een fix aantal wedstrijden. En met zijn gemiddelde tot nu toe gaat hij dat dik en dik halen. Maar ja, voorlopig moet hij daar dus nog twee dobbeltjes aan toevoegen. Kamphuis. En als je Strijker heet, dan moet je gaan vlaggen natuurlijk. En Lapar is de andere vlaggenist. Gansner is de vierde man. En gevart wordt er in geval van door Van der Graaf en Christian Dobre. En bij AZ voor het eerst na 7 wedstrijden toch een wijziging in de opstelling. Wijndal, Martins, Indy, Letchert en Sugawara. Carlson, Boadu en Effjen voorin. En daar is het dus even anders. Stengs ontbreekt. De Wit is wel weer terug bij AZ. Op de bank. Dat nog wel. En Gudmundsson neemt de centrale positie in van Stengs. Effjen en daarom beide jonge Noor vanaf de rechterkant. Boadu in het centrum natuurlijk en Carlson vanaf de linkerkant. AZ nu daar met de poging om verder door te komen, maar dat gaat niet lukken. Dan wordt het toch een hoekschop. Heeft Carlson dat er dan uitgepeurd in dat duel met Guara. De hoekschop, de eerste voor AZ in de tweede minuut. Bal daardoor Post niet de best geraakt. Dat deed Koopmeiners gelukkig voor VVV dan ook niet. Letchert liep daarmee terug, maar die komt niet bij de bal. Wel Giacomakis. Hij heeft toch aardig wat vrijheid. Duwtje zet zich af bij Michieu. Kijk, hij kan toch redelijk vrij uit koppen. Van de 16 keer dat ze in de Eredivisie tegen elkaar spelen sinds zeg maar begin van deze eeuw won AZ. En van die 16, 11. Gudmundsson. Boadu heeft de ruimte. Boadu, dat is wat wild geschoten. Tegen de paal en dan Effjen. Oh, een uitstekende reflex van Kirschbaum. AZ dicht bij een treffer. Hier het paasje van Gudmundsson. Boadu. Ja, vol op de paal. En dit is de rebound voor Kirschbaum. Carlson. Bijna al buitenom, waar de Carlson heel veel ruimte krijgt. En dan dit fantastisch doet. Ja, Wijndal loopt daar naar de linkerkant. En dan lopen de twee man van VVV weg bij Carlson. Een prachtige treffer. Waarbij deze aanname achter de standbeen langs in de lucht. En ook nog eens een keer bovenuit. En dan kijkt die twee spelers van VVV. Pacioniek en Van Krooi. Lopen beide weg van Carlson. Die kijkt, die wikt en beschikt. En dan komt Koem ook te laat. Kirschbaum ook. Dan kan hij vrij uithalen. Dat is een prachtige treffer. Koopmeiners. Swinkels. Michieu. AZ heeft de bal razendsnel terug steeds. Michieu zeg, in een pirouette en in een beweging is hij 3-4 man kwijt. En komt de bal bij Carlson terecht, die hem weer eens achter de standbeen langs plancheert. Wijndal en daar komt Boadu voorbij en zegt Kamphuis dat het buitenspel is. Weer een mooie aanval van AZ. Let op de bewegingen van Michieu. Hunten en Donis allemaal de verkeerde kant uit en dan deze is ook heel fraai en dan is Boadu inderdaad buitenspel. Hallo!
Wijndal. Waarom, waarom, waarom? Maches heeft een ijzelijke kreet in huis. Dat zal ook wel helpen, maar het is toch een tikje overbodig, zou je zeggen. Om er hier zo in te komen als Wijndal doet. De dader heeft geel gekregen. Van Krooi doet het. De keeper blijft staan en is getrapt. Het is 1-1. Ja, uit de standaard situatie. Komt VVV op gelijke hoogte. Natuurlijk is het een Griek die scoort, maar het is niet Giacomakis. Het is Christos Donis. Patjanik kondigde aan dat hij daar kwam. Wijndal heeft dat in de smiezen. Dat is goed meeverdedigd ook door Carlson. Koopmeiners. Ja, maar de post zit er dan goed tussen. En dan kan VVV gevaarlijk worden. Hunte. Ja, Guara goed doorgelopen. Het is een uitstekende aanval hoor, van VVV. Die voorzet van Guara mist dan wat zuiverheid. Van Krooi die de bal daar neerlegt voor Meshes. Meshes nog altijd. Krijgt hem bij Hunten en die heeft geen controle over de bal. Ja, ja, ja. VVV, tweede momentje in een fase waarin AZ slordiger wordt. AZ begon aan de tweede helft. VVV ook, maar AZ met de aftrap. Paas van Koopmeiners onderschept, Mietje en Wijndal. Carlson en weer Mietje. Giacomakis is ook weer terug om daar even te helpen. Wat hij toch vaak doet. Maar hier is Mietje dan toch met wat ruimte en een schot recht op Kiesbouw. Maar het is Indy. Koopmeiners. Koopmoesson. Dat is een aardige beweging. Paasje komt met een beetje geluk daar terecht bij Evjen. En dan breekt AZ de man door te scoren. Zit het even mee omdat die bal van richting wordt veranderd. En is Evjen de man die hem maakt. Zijn eerste. In het eerste. Maakt er al drie bij Jong AZ. En in een fase waarin AZ toch eigenlijk steeds groter in de problemen leek te komen. Qua zoeken, qua vinden. Is hier ineens de opening met hulp van. Slecht gekopt door Koem. Die mag het hier overdoen. Het laat hij na, waardoor Bouadou vastgepakt wordt door Koem. Die krijgt in ieder geval geel. Maar hij maakt er rood van. Dan 18 Bouadou als doorgebroken speler en Christian Koem brengt zichzelf in de problemen en VVV daarmee ook. Geen verder protest van Koem. Blijft over deze vrije trap. Bij die twee weg moeten van de muur. Koopmeiners, Kiesbouw. Goeie save van de doelman, die moet natuurlijk ook die hoek hebben. Mietje. Sugawara. Doorgelopen Evjen. En daar een handje Kiesbouw. Oh, Bouadou. Oh, krijgt de herkansing. Gelukkig maar. Want hij raakte de bal zodanig dat hij hem eigenlijk de grond in schoot. Maar dan blijft hij zo bij hem liggen. Dat hij hem uiteindelijk hard en hoge doel in kan werken. Al liggend op de grond. AZ op 3-1. Bouadou. Wijndal zou kunnen schieten. In de handen van Kiesbouw. Carlson kreeg hem terug van Mietje. Mietje. En dan
Nog een keer daar Martins Indy. Daar komt Wijndal nog. En dan kan VVV eruit. Maar het is nog een hele end. En kijk eens, het is 3-4. Dat is niet eerlijk. Dan denkt Giacomakis, weet je wat, ik ga toch eens een keer schieten. Al is het van 85 meter. Geschoten ze, zal ik een keer hebben. Evjen gaat eruit. Man van een toch belangrijke tweede treffer. Dat het toch een beetje open ging bij AZ. Een fijne wedstrijd gespeeld. En papa Kenneth zal trots zijn op zo'n Kenzo. Doorlopen Wijndal. Wijndal die zelf wil. En daar staat Boadu daar nog om het af te ronden. Een prettige goal voor de spits. Ja, zei Wijndal, het is toch eigenlijk mijn doelpunt. Tenminste, zoiets. Nee, maar het is van Boadu hoor. Nee. Echt niet. Was nog niet over de lijn. Even kijken of we nou... Ja, hij is nog voor de lijn. En Wijndal weet het ook wel. Martins Indy haalt daar de bal nog even weg. En doet het nog een keer. En dan zegt Kamphuis, het is gedaan. Klaar. AZ wint uiteindelijk met ruime cijfers. 0-1 Karlsson, dat was wel de meest opmerkelijke. Nou, de meest opmerkelijke was de laatste treffer van Boadu. En Wijndal. En niet afgesproken en niet helemaal zo uitgevoerde co-productie. Hij had hem graag op zijn naam gehad, Wijndal. Hij scoorde nog niet dit seizoen in de competitie, wel bij Rijeka. Een goede wedstrijd voor Evjen. En de koning is er niet van ondersteboven, niet van in de war. Het verschil is te groot gebleken in de tweede helft. Een beetje geholpen door Donis, een beetje geholpen door Koem. En geen hoofdrol dus ook voor Giacomakis vandaag. Wel voor Boadu, want die maakt er 2. Evjen 1-2, Boadu 1-3 en 1-4. Karlsson en Donis waren de doelpuntenmakers voor rust.